Er ligt een dik pak sneeuw in Le de Lange als Mark Janssens en Adrie van der Poel als eerste het bos ingaan. En hier in het rood-wit-blauw Richard Groenendaal dan al opgesloten midden in het veld. Hij zou in de eerste ronde 40 seconden verliezen en als 25ste passeren. Wereldkampioen De Klerk aan de leiding, Mario De Klerk voor Sven Nys. Dan komt op de derde plaats Adrie van der Poel. En daarachter Pontoni. Sneeuw dus, kou, een moeilijk bereikbaar circuit. Hier komt Sven Nys, heeft de week doorgebracht trainend op de weg in Spanje. Dan De Klerk. Kijk eens, het is stoempen geblazen, het is ploegen van der Poel. En dan waren er wel planken, maar ditmaal moest ook Sven Nys, de nummer 2, als een gewone sterveling afstappen. Het was te gevaarlijk om er met fiets en al overheen te springen. Hier is Van der Poel, dan Bramati, Simunek, Pontoni, Janssens en de rest van het veld. Geen Groenendaal te zien, die was toen nog 17e. Pontoni versnelt. Dit was echt een parcours voor die kleine, behendige Italiaan. Aanvankelijk hield Van der Poel heel goed stand. Kopgroep van 5 met De Klerk, Pontoni, Nys, Van der Poel en Mark Janssens zou ook aansluiten, de Belg. Een klein asfaltweggetje, maar daar stond een bulderende wind op kop. Van der Poel probeert het tempo hoog te houden in zijn gezelschap Pontoni, De Klerk en Nys. En dit is Janssens die gaat aansluiten. Nog steeds niets te zien van Groenendaal die op dat moment 10e was. Telkens probeert Pontoni met tempoversnellingen de kopgroep uit elkaar te trekken. En dat lukt hem ook wel, hoewel Van der Poel dikwijls pareerde. Van der Poel op de weg terug naar een buikgriep die hem ver terugwierp in het begin van het seizoen. Hij heeft ervoor gekozen om langzaam maar zeker in topconditie te komen. Niet geforceerd, want dat is van korte duur. Van der Poel, Pontoni, Nys, De Klerk en Janssens. En daarachter een niemandsland. Kopgroep van 5. Het zou later nog weer beginnen te sneeuwen. 5000 toeschouwers waren in dat kleine gehucht aanwezig dat maar 1200 inwoners telt. Pontoni bij de tweede tempoversnelling. Janssens volgt. De rest blijft achter. Pontoni, het is een hele tijd geleden dat hij nog een grote koers won. Maar vandaag heeft hij er zin in. Kijk. In deze sneeuwjacht ploetert Van der Poel met Pontoni. Hij heeft de Italiaan weer achterhaald. Het was daar bar en boos in de Ardennen. Gisteren op weg naar Luxemburg raakte Van der Poel, Groenendaal en alle Nederlanders in een file. Ze werden door het Rode Kruis van warme soep voorzien, anders waren ze daar ter plekke bevroren. En vandaag was het niet veel anders. In de sneeuw van Le de Lange, derde wedstrijd om de wereldbeker. De eerste werd gewonnen door Richard Groenendaal, de tweede door Sven Nys. Maar Groenendaal is vandaag nergens te zien. Hij zou tenslotte als 9e eindigen, Richard Groenendaal, op 2 minuten en 8 seconden. Van der Poel jaagt weer op Pontoni. Janssens klampt aan. Hier komen De Klerk en Nys. Pontoni versnelt dan opnieuw. Hij demareerde onophoudelijk op de kleine klimmetjes. En kijk hoe behendigheid die trap opgaat. Het is allemaal glad, spiegelglad. Het parcours was met zout bewerkt. Maar ja, na die sneeuwbui was weinig meer over van dat zout en werd het opnieuw spiegelglad. De kopgroep werd uit elkaar geslagen. Hier is Van der Poel en hier is zijn jonge ploegmaat Nys. Ze schelen 17 jaar. En Pontoni gaat door. Elke ronde moest een nieuwe fiets worden genomen, want er kleefde heel wat troep aan de rijwielen. En daarom was het noodzakelijk om veel te wisselen. Barre omstandigheden. Janssens verdedigt de tweede plaats. De Belgische kampioen die in de schaduw van Nys en De Klerk tot nu toe heeft gereden. De Klerk is dan derde, op een half minuutje achter Pontoni. En daar komen Van der Poel en Nys. Nys die na weken van hegemonie dit keer niet boven de anderen stond. Misschien dat het weekje Spanje hem toch niet zo goed heeft gedaan en hem een beetje uit zijn ritme heeft gehaald. De Italiaan loopt hier een aantal achterblijvers in. Die zijn dan 2500 meter achter. Zo groot is het klasseverschil tussen Pontoni en driekwart van de rest van het veld. Janssens blijft tweede op 13 seconden.
Dan komt Mario de Klerk, die zijn snelle start enigszins later moest bekopen, op een halve minuut. En dan het duo Sven Nys. Als een gewone sterveling gaat hij ditmaal te voet over de balken met Van der Poel. Als nummer 4 en 5 in de koers. De laatste meters van Daniele Pontoni, de voormalige kelner, gaat hier de dagprijs van 6500 gulden winnen. En hij klimt in het algemeen klassement, waarvan de eindwinnaar 50.000 gulden krijgt, op naar de tweede plaats. Op 6 punten van Sven Nys, die leider blijft. 1 dus, Pontoni. Hij was de beste vandaag en zeker de behendigste. 2 Mark Janssens. 3 dan de Klerk. 4 Nys, 5 Van der Poel. Wim de Vos wordt 8e, Richard Groenendal 9e, Maarten Nijland 13e en Germen de Knecht 15e. Dit is Janssens op de tweede plek. Hier komt wereldkampioen de Klerk als 3e. Sven Nys blijft dus leider en Groenendal zakt naar de 4e plaats in het algemeen klassement. Het is lang geleden dat we Daniele Pontoni in een klassieker nog op de hoogste treden